De hoeveelheid CO2 in de lucht stijgt nog steeds en dat heeft grote gevolgen voor mens en milieu. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar methoden om CO2 weer uit de lucht te halen. Met Delft Onderzoek zijn we op bezoek bij Deltaris, waar ze kijken naar de mogelijkheden van olivijn om CO2 daadwerkelijk te verwijderen uit de lucht. We praten vandaag over olivijn. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Ja, ik heb hier een voorbeeld van olivijn. Dit is de steen zoals je hem vindt, zoals hij aan het aardoppervlak voorkomt. Mm-hmm. Gespleten zie je dus inderdaad het groene materiaal. Dat is het olivijn zoals dat door de aardmantel wordt uitgespuugd bij vulkanische activiteit. En eigenlijk overal te vinden is. En het olivijn komt ook van de naam van een olijf, dat het olijfgroen is? Dat is inderdaad een verwijzing naar de kleur, hè, dat het een olivijnkleur is. Maar het is ook in overdrachtelijke zin is het ook groen. Hè? Als het CO2 bindt, dan vinden we dat een duurzaam product. En in die zin is het ook een groen mineraal. Het proces van olivijn zien we in het bord achter ons. Om eventjes hierna te wijzen. Olivijn is een magnesiumsilicaat, een van de meest voorkomende mineralen op deze planeet. Het is een aardmantelgesteente en komt eigenlijk overal voor. De reactie die optreedt is onomkeerbaar. Magnesiumsilicaat legt CO2 vast onder invloed van water, de aanwezigheid van water, en vormt vervolgens afbraakproducten, om het zo even te noemen, waaronder pH-verhogende alkalische producten. Nou, in de mate waarin dat gebeurt, hoe snel dat gebeurt, dat onderzoeken wij hier op het terrein van Deltaris, om ook onze rekenmodellen daarmee te kunnen kalibreren. We hebben een opstelling bedacht, die staat hier achter mij, waarbij je dus direct meet hoeveel CO2 er uit de lucht wordt gehaald als de olivijn aanwezig is. Een hele leuke opstelling hier. Wat ik kan laten zien is een sensor die dus de omgevingslucht meet. Dat is de onderste. En de bovenste die laat zien wat er gebeurt als olivijn in contact komt met water en CO2 uit de lucht weghaalt. En je ziet aan het verschil van het display zie je hoeveel dat is in een tijdsbestek van nu 3 uur. Ja, je ziet dat het olivijn dat dus in die buis aan het borrelen is met water, dat ongeveer de helft aan ppm, hè, parts per million zoals dat heet, milligram per kilogram, is weggevangen door het olivijn in vergelijking met de omgevingslucht. En het gaat hier om onderzoek van olivijn in de bodem. Wanneer zijn jullie begonnen met het onderzoek? Ja, wij kregen ongeveer 3 jaar geleden de vraag, probeer nou eens te achterhalen in hoeverre jullie modellen nou echt de waarheid spreken. Een model is maar een model, zoals men zegt. En probeer dat nou eens met onderzoek te kalibreren. Nou, dat is 3 jaar geleden zijn we ermee begonnen. We hebben daar heel erg veel onderzoek naar gedaan door te kijken wat die verweringsproducten zijn, onder welke omstandigheden dat gebeurt. En daarmee een uitspraak te kunnen doen of je dus goed kan voorspellen hoeveel CO2 er wordt vastgelegd. Want met name dat laatste is interessant in economisch opzicht ook. Kun je uitleggen hoe het is in zijn werk is gegaan, dit experiment? Zeker, we hebben hier een aantal plotjes ingericht met de verschillende soorten olivijn. We hebben een halve kuub aan grond uit de plots gehaald, een bekend tuinaarde erin toegevoegd en daar een verschillende soorten olivijn en verschillende mengsels ingegraven. En wat zijn de verschillen dan tussen de plots concreet? Deze rij heeft verschillende mengsels van het Noorse olivijn. De rij achter mij verschillende mengsels van het Zweedse olivijn. En aan het eind zie je een plots met een controle met alleen maar tuinaarde zonder olivijn erin. Ik zie ook een aantal meters hier. Wat meten die precies? We hebben hier in die tonnen hetzelfde mengsel als de rest van het plot toegepast. Alleen in die ton is het constant nat. Er vindt geen verdamping plaats. Dat om een verschil tussen een verdampt stukje grond en een niet verdampend stuk grond te meten. In allebei de locaties zijn ook rhizons. Kleine buisjes aangebracht in de grond om het grondwater te bemonsteren. En daarnaast hebben we in elke plot bodemvochtsensoren aangebracht om te kijken hoe de bodemvocht verandert door het jaar heen. Van de afgelopen zomer, want was het echt super heet, ook heel droog volgens mij. Zag je dat terug in de metingen? Dat zag je zeker terug in de metingen, ja. En ook zag ik toen een goed verschil tussen de grond in de tonnen, waarbij het heel nat bleef, en de grond naast de tonnen, waar het echt heel erg droog werd. En als het natter was, werd het dan met al meer of minder op? Dan nam het iets meer op. Wat hebben jullie ontdekt? Nou, het is ontegenzeggelijk. Olivijn legt CO2 vast. Dat is niet meer te betwisten.
We hebben hier aangetoond dat het afhangt van het soort olivijn. He, olivijn komt zoals gezegd overal voor op de wereld. Alleen, we hebben hier in onze testen het Noorse en het Spaanse hebben we onderzocht. Je ziet dat daar verschillen in zijn. Je ziet ook dat de condities waaronder enigszins verschilt. Maar tot onze verrassing was de aanwezigheid van water niet echt doorslaggevend. Het blijkt dus dat het water dat al in de bodem zit vaak voldoende is om genoemde reactie op gang te houden. En het verschil tussen de soorten olivijn, hoeveel maakt dat uit? Ja, dat zit eigenlijk ook in de tientallen procenten, niet meer dan dat. Het is zo dat het Spaans olivijn al een grotere staat van verwering heeft bij delving. Meer dan het Noorse en dus ook sneller doorgaat met verwering bij toepassing. Dus het valt snel uit elkaar in feite? Zo zou je het kunnen uitdrukken inderdaad, ja. Het Noorse daarentegen is, noem het wat onaangetaster materiaal, komt wat trager op gang, maar verweert uiteindelijk over de tientallen jaren veel sneller weer dan het Spaanse dat doet. En dat hangt van de samenstelling af van het mineraal zelf. Je hebt ook nog zoiets als de grootte van de korrels. Wat is daar de invloed van? Ja, uit ons onderzoek is wel gebleken dat de snelheid van verwering direct afhangt van die korrelgrootte. Het gemalen product dicteert feitelijk hoe snel die verwering gaat. De kleinste deeltjes, we noemen dat in de wetenschap de shrinking core model. Dat is een moeilijk woord voor... Dat klinkt heel moeilijk. Ja, dat is een moeilijk woord. Het gaat om de verwering van een bolvormig deeltje, wat je zo veronderstelt. De kleine deeltjes gaan verschrikkelijk snel. We hadden binnen het eerste jaar van meten hadden we al gezien dat de kleinste fractie al verdwenen is. Zo snel gaat dat. En dat uiteraard de grotere delen wat langzamer verweren. Maar al naar gelang de toepassing heb je natuurlijk ook een bepaalde gradatie nodig. De inwoners van Delft, en ze hebben een tuin. Ja, wat zou u dan aanraden als het gaat om olivijn? Ja, dat is heel leuk. Ik gebruik het zelf ook in de tuin. Ah, okay. En dat doe ik specifiek niet zozeer voor de CO2-vangst, want daarvoor is het toch te kleinschalig. Daar moet je reëel in zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld een druivenplant staan. Die heeft een hele grote behoefte aan magnesium. Als die magnesium tekort komt, worden de blaadjes paars en dan produceert hij weinig. Sinds een aantal jaren olivijn toevoeg en dus die magnesium beschikbaar komt, zie je dat die plant heel erg groen is. En dus flink produceert ook in de druivenopbrengst. Komt er ook nikkel vrij, hebben we gezien, bij het proces? Dat is natuurlijk niet zo'n fijn materiaal. Hoe heeft hij daar, wat is daar uitgekomen? Ja, nikkel, voor wie er niet bekend mee is, is een zwaar metaal. Is in Nederland genormeerd, zoals dat heet. Dat wil zeggen, het mag niet boven een bepaalde norm uitkomen. En dat is ook een van de redenen waarom we dit onderzoek hebben gedaan. Mag je dit grootschalig toepassen, wetende dat er een zwaar metaal in zit? Nou, dat blijkt uit onze veldproeven. We hebben daar met de state-of-the-art risicobeoordelingsmodellen naar gekeken. En ook onze metingen in poriwater geven aan dat we onder geen enkele dosering of toepassing, dat we daar overschrijdingen hebben aangetroffen. Dus ook niet als je een compleet bak zou hebben met alleen maar olivijn, dan blijf je nog onder de norm? Dan blijf je onder de norm en dat heeft ermee te maken dat bij die verwering komt weliswaar nikkel vrij, maar het wordt ook gebonden aan het bodemsysteem. Dus het komt niet beschikbaar voor organismen, het komt niet in het poriwater terecht en het loogt ook niet uit naar grondwater. Dat is ook precies wat tot onze veldexperiment is gebleken. Delftenaren die ook iets willen doen aan het vastleggen van CO2, wat zouden zij met olivijn kunnen? Ja, de toepassing van olivijn is een hele lange lijst. Het wordt voor verschillende gemeentes gebruiken het als vervangend product voor zand en grind. Nou, daar kan iedereen kan daar wel iets verzinnen. Dat kan zijn bomenzand, dreszand voor sportvelden, aanleggen van voetpaden, infrastructurele werken, betegeling. Daar kan olivijn voor gebruikt worden. En het leuke is dat het dus niet alleen een vervangend product is, maar daarnaast dus ook die CO2-vastlegging verzorgt. Dus eigenlijk een soort bonus als je een pad aanlegt met olivijn? Ja, het is niet alleen in duurzame zin is dat een bonus. Ook in economische zin hebben we recentelijk ook doorgerekend. CO2 heeft zijn prijs. Die prijs van CO2 is letterlijk aan het stijgen op de wereldmarkt. Dat noemen we carbon credits. En die ligt op het moment ligt die zo rond de $90 per ton. Dat wil dus zeggen, even vrij vertaald, elke ton CO2 dat wordt vastgelegd levert $90 op de wereldmarkt. Nou, dat maakt ook die toepassing als vervangend product extra interessant om daarin te investeren.
kan een bouwer bijvoorbeeld ook iets gaan verdienen aan het vastleggen van CO2 met nieuwe gebouwen of met een weg die je gaat aanleggen? Ja, daar zijn inderdaad constructies voor inmiddels. Het staat nog wel in de kinderschoenen, hè, want de wereldhandel gaat natuurlijk over industrieën en landen, hè, die dus CO2 mogen opkopen en compenseren. Voor de MKB'er, hè, het kleinbedrijf als het ware, zijn er bepaalde banken die daar al constructies voor hebben. Maar dan moet je natuurlijk wel kunnen aantonen hoeveel CO2 je vastlegt. Dat is essentieel. En dat is ook waarom Dataris erin investeert. Om dus die prognose voor hoeveel CO2 leg je vast, om die zo goed mogelijk te kunnen berekenen. En ook te kunnen garanderen. Nu gaat het over het echt grootschalig toepassen van olivijn. Wat zijn nu nog de drempels eigenlijk om dat, ja, die dat tegenhouden? Ja, ik zie geen drempels op het moment. Er is voldoende capaciteit in Europa voor olivijn. Er zijn olivijnmijnen die ook al de hele exploitatie en de logistiek op orde hebben. Dus het transporteren voor grootschalige toepassingen is eigenlijk geen punt meer. Eigenlijk sinds kort dat wij hebben onderzocht hoe het zit met de verweringssnelheden en de CO2-vastlegging, zie ik eigenlijk ook geen beletsels meer om ook de CO2-claim, hè, dus de economische kant daarvan, om dat te kunnen borgen. En dus wat ons betreft staat de weg open voor grootschalige toepassing.